Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Train Simulator 2016. Volgend jaar, het is september. Waar is het al? Ik kan het filmpje niet afkijken. Jullie hebben het allemaal al op internet kunnen zien. Het filmpje hebben jullie, een beetje wel nodig om het nou weer te kijken. Het gaat in ieder geval over Amerika en ik moet me registeren. Oh. Nou ben ik zo weer niet terug. Welkom op Street Ham Hill. Ik zou de deur gaan opengooien, want we hebben volgens mij niet heel lang. Want het is een strak schema, heb ik begrepen. We moeten super snel rijden. Ik dacht tenminste dat ze vanzelf zien. Top. Pantograaf. Nou, volgens mij hebben we geen. Nee, we hebben geen pantograaf. Mooi. Oh, we staan gewoon ergens midden op de route, zie ik net. Oké. Toppie. Waar staan we? We staan daar. Oh, we staan wel eigenlijk een beetje aan het einde. We gaan, waar deze route natuurlijk helemaal naar het zuiden gaat, gaan wij alleen maar het laatste stukje naar Victoria rijden. Wat eigenlijk ook onderdeel uitmaakt van de London South, South London netwerk route. Deze is een klein stukje van de route naar het zuiden. De volgende is Balham op 25 minuten, daar is dat te zien. Oh, rustig aan, rustig aan. Ik ga een beetje afremmen. Zo. Vandaag, op het moment dat ik dit opneem, dat is ook het moment dat ik het opstart, komt ook Train Simulator 2016 uit. Wee! Ik heb al het een en ander gedownload. Het intro filmpje was bij mij al nieuw. Dat hebben jullie misschien daarnet ook al gezien. Maar het menu en dat soort dingen waren allemaal nog niet nieuw. En een belangrijk puntje van aandacht. Er is niets, maar dan ook niets, behalve het introfilmpje. het zwarte laadscherm, wat ook godschuwelijk irritant is. Veranderd. Dat je het maar weet. Ik heb dit dus opgenomen op het moment dat ik al Train Simulator 2016 had. Dat wist ik niet, want er was niks veranderd. Dus kijk gerust verder, er is niks veranderd. En geniet even van deze aflevering in Engeland. Dus ja... Welkom in Train Simulator 2016. Hoi, feestje. Nou, vandaar, doe maar gewoon een filmpje, heb ik bedacht. Gewoon omdat dat kan. Want ik moest toch nog wat opnemen eigenlijk voor jullie, hè. Maar goed. Het is wel jammer dat het nog niet helemaal uitgebracht is. En verder las ik ook trouwens dat ze nog... rijdt uit de... uit hier naar Arnhem. Uit de Wasstraat. Oké, leuk. Oh, oh. Ja, helaas is er in 2016, want dat is het 2016, niet heel veel daar zou dat zijn. Even opletten, want links zou het zijn. Dat is vreemd. Waar moet ik daar naartoe? Het is vreemd dat we hier overheen mogen rijden, dan pas een sign staat. Zo, die vast. Maar het is helaas niet zo heel veel nieuw in 2016, alleen de interface is nieuw. En later het jaar gaat pas de nieuwe technische updates worden uitgebracht. Dat is wel jammer. Vind ik wel mooi eigenlijk. Oh, blijf op dit spoor. We gaan nu ineens rechts rijden ofzo. Ja, ik moet naar links wisselen ofzo. Ah, oké. We gaan stoppen nu een keer rechts. Bijzonder. Hey, maar links komt ook nog een trein binnen. Die rijdt alleen door. Oh, een mesje rem, die hadden we niet nodig. Het is vreemd dat hij dan eromheen geleid wordt, de doorgaande trein. We zijn wel net op tijd, zeg maar. Precies op tijd. Dat is mooi. Zo. Prachtig. Op tijd. Ik hou ervan. Maar normaal gesproken doen ze dan dat je dan hier zo meteen kan overstappen op die en dat die dan... bijvoorbeeld een andere richting ingaat, in plaats van
zoals we het nu erover uitzicht, dat deze die kant op gaat en die die kant op gaat, wat dan weer inderdaad links en rechts is, wat dan weer klopt. Links die kant op. Want dan kan je namelijk overstappen op die trein, in plaats van dat die weer terug gaat. Anders moet je er namelijk gewoon doorlopen. Deur dicht. Kijk, daar heb je de trein die op de terugweg gaat. Dat is eigenlijk onlogisch. Want dan moet je dus als passagier dus uitstappen, naar beneden lopen, weer omhoog lopen. En dat is ja, vaak te veel werk natuurlijk, kan ik me voorstellen. Maar goed, dat dan... ja. Is niet handig. Nee, het is gewoon niet handig. Zo makkelijk is het, het is niet handig. Nu is het volgende station, dan moeten we links. En dan heb je wel een oversteekplaats. Dat is misschien... misschien gaan we hierna namelijk weer splitsen. Dat zou natuurlijk nog kunnen, hè? ...27.18 aankomen. Oh, daar hebben we nog een stuk tijd om af te remmen. Alhoewel, daar is het einde al. Zo, kijk eens. Bij de spiegel. Dat is mooi. En bij de spiegel neergezet. Kijk, toppie. Ik ben nu kun je dus inderdaad... Ah nee, nog steeds niet trouwens. Nee, helemaal niet. Want dan moet je daar op stappen in plaats van hier. Dus het tegengestelde richting, maar dan ja, die kant op. Nee, het is gewoon niet handig. Dank wel, kort, het is niet handig. Hoe vaak ik ben nog dat gezegd heb, weet ik nog niet, maar... Laat ik het ophouden dat het niet handig is. Excuus voor dat berichtje, dat zul je misschien zo meteen nog een keer horen. En mijn deuren gaan dicht. En mijn deuren zijn dicht. Wij vertrekken met 100% naar het volgende station. En dat is over Clapham Junction. En die naam zegt nog wel wat. Ja, dat komt omdat we daar wel wat vaker geweest zijn. Maar ik denk dat ik er zelf ook misschien wel geweest ben. Het is namelijk alweer vorig jaar volgens mij. Ja, was het dus al vorig jaar. Dat we naar Londen zijn geweest. En toen heb ik wel natuurlijk het een en ander ook gezien daar. En geweest. En dat begin je al, oh ja. Oh, die doet het, die klinkt zo slecht. Ik zet een handje. Er is ook een dubbel geel. Dan staat de light in net het station uit als het goed is. Of... Nee, geel. Dat is de... Oh, daar staat hij nog op het station. Oh, wacht even. Dan moet ik wel afremmen. Hé, hey, dat is zo'n andere. Oh, dat is altijd haperig. Dat is... mijn sein? Nee, dat is mijn sein niet, die sluit. Ik vind het een mooi trein. Ik heb er nog nooit in gereden, die trein. Ja, hij rijdt wel heel vaak langs, maar ik heb er nooit zelf in gereden. Dat is wel u. Oh, hij is geel. Toppie. Hier, nog één. Ik wil dat nog best wel een keer rijden, maar nee, volgens mij zijn er helemaal geen scenario's meer. Het gaat ook geen enkele trend als die kant op, dat doet er niet die kant op, dat zal het probleem zijn. Oh, het was een wissel van 20, kom ik net achter. Of nee, dat is geen wissel trouwens. Maar door die trein wordt mijn spel wel ineens fatsoenlijk langzaam. Oei,
wie legt er nou weer zo'n bocht in aan dan in je. In het pardon. Jezus. Dit is uit de. Ja, dit is echt gek hoor, om zo'n bocht aan te leggen. We zijn te vroeg. We zijn te vroeg. Nou, mooi. Recharge yourself. Koffie en broodjes. Zo, wat een spoor hier ook. Even kijken, wat is dan de... Ja, anders. Het is wel deze trein inderdaad ook die zo hapert hoor. Excuus, ben ik. Oh, dat is Pieter die mij heeft gestuurd, zie ik net. Aha. Hallo Pieter. Pieter zegt mij dat hij ook Train Simulator 2016 aan het downloaden is via Steam. Nou ja, moet hij vooral doen. Of het een uitbreiding van je spel is, weet ik nog niet, maar. Flink lange trein. Ik ben nou nog niet zo onder de indruk van 2016 hoor, maar goed, dat ze zullen zien wat de tijd ons leert en of het nog beter gaat worden. Nou ben ik sowieso helemaal niet van de Amerikaanse trein en de trein die er nu bij verkocht wordt, is echt belabberd. Iets met een turbo engine ofzo. Nou, het zal aan mij liggen, maar 60. Zo. Kijk nooit hard rijden. Oh, we moeten alleen hier wel 20 het station uit. Dat was wel leuk, ja. Hier mag je pas 60. Oh, daar is 45 al. Ik heb nog een puntje van aandacht eigenlijk. Oh, dat bedoel ik al, ja. Want dubbel geel is de trein die voor ons rijdt natuurlijk. Dit is trouwens wel druk, dit scenario. Dit is de snelheid heb ik van Steam gehad, van de workshop. Ik zal het eens een keer uitproberen. Maar dat is nog best wel leuk, want die heeft echt veel werk in gestopt hoor, met zoveel treinen. Oh, dat is een flinke bocht trouwens. Oh, en het station komt al in zicht. Laten we het ook rustig aan voor gaan afremmen. Hé, hey, dat is die power plant weer. Die vind ik ook zo gaaf altijd. Om die te zien. Zo. We hebben toch tijd zat. Trouwens, nou, ja. Een beetje. Maar niet met 20 binnen rollen eigenlijk. Hè? Klein stationnetje. Zo. Prima.
Zo. Kijk, daar gaan we weer. Oh, wat komt er aan dan? Nou, dat is een. Is dat een 4? Dat is een lange. Hele lange. Oh ja, dit vind ik dit gaaf hoor. Ik zit hier wel een beetje te kijken van al die treinen die hier langs komen. Gelukkig gaan wij al naar ons laatste station toe. In 1,15 miles. Nee, wel opletten dat het inderdaad in miles is. Puntje van aandacht. En dan hopelijk mogen we het hoofdstation op. Dat zal wel niet, want daar zullen we nog wel echt voor moeten wachten. Gezien dat we 25 minuten nodig hebben, volgens mij bij de zo. Ja, kijk maar. Oh. Hier zit het station moeten horen staan. Die is geel dan. Ja, dan is die rood. Oké. Sowieso moeten we daar met 20 langs rijden. Zo, even rustig door laten rijden, want we hoeven toch nog niet. Of toch er nog niet op tijd aan te komen. Zo. Er komt ook weer een hele lange trein uit. Hey, dat is een witte. Witte, dat is een witte. Dat is voor mij een rode sein, volgens mij. Ja. Die witte vind ik ook wel relaxed rijden. Ja, het is eigenlijk hetzelfde allemaal, maar goed, ja, gaat op het idee. Spoor 17. Denk ik? Wij moeten naar spoor 9. Kijken of hij dat zometeen ook aangeeft. Er moet in ieder geval 1 over aankomen. Het is altijd een beetje wachten hier. Hij mag wel doorrijden, flikken. Hij mag hier wel doorrijden. Jongen, jongen, jongen. Komt er wel eentje uitrijden ofzo? Of, oh, hij komt wel uitrijden, dan zou ik er daar wel heen moeten ofzo. Is er spoor 9 dan? Zo. Spoor 10. Spoor 9 is hiernaast. Oh. Nou, ja, dit. Het zal wel met iets met die trein te maken hebben, want die rijdt nu weg. Vanaf spoor 10 dan in ieder geval. Daar komt hij aan. Dat is mooi. We kunnen zo snel mogelijk vertrekken. Kijk, hij moet natuurlijk waarschijnlijk over dit spoor komen. En wij moeten naar spoor 9, wat rechts van zijn trein was. Dat is een beetje het kruisingsprobleem, denk ik. Beetje vervelend alleen dat we dan altijd moeten wachten. Hè? Maar dat zit altijd in die scenario's ingebouwd, dat je moet wachten. Hier, kijk. Missen omgezet, spoor goed. We moeten naar spoor 9. Excuus, ben ik weer. Dus ook Pieter. Aha. Wat hij dat doet erin laat. Ah. En daar is hij de foto van de stoomtrein. Okay. Nou, ik ben benieuwd of hij het gaat opnemen. Stoomtrein doen we trouwens ook nooit, hè? Nou, laat even weten of je dat een keer stoomtrein wil zien. Ik ben benieuwd. Eerst ga je naar rechts en dan moet je hier zeker ook toch nog een keer extra naar rechts. Ja hoor, flinke afwijking. Flinke wissels. En dan moeten we nog een keer naar rechts hier. Ja, inderdaad. Stevig station dit. Het is
is wel een mooi station hoor, dat zeker. Ik heb er ook in gestaan en het is echt een mooi station. Wat een Victoria. Zijn we aan het einde neer? Wat tijd zat? Ja, wat tijd zat. Er zijn een hoop mensen te wachten. Ze hebben gewoon netjes aan het einde. Niet tegen het blok, want dan is het scenario ten einde. Het blok is namelijk een rood sein altijd. Tenminste, in deze gevallen wel, want die zit ook een rood sein boven. Ik vind het helemaal mooi. Kijk eens aan. Ik bedank iedereen voor het kijken. We zijn aangekomen in London Victoria. Prachtig station. Vanaf hier deze kant is eigenlijk mooier. Maar als je zo die kant op gaat, dan heb je ook nog wel. Heb je inderdaad het bord zo hier staan. Gewoon 9. Ja, ik kan het nog helemaal runnen eigenlijk. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.